tijd om even te bellen met Dimitri. Ja, hoog tijd. Kan hij live zijn vandaag dan? Nou ja, als hij twittert, dan kan hij ook lullen, denk ik. Nou, dat weet je nooit meer. Nee, dat weet ik zo. Nou, kijk, en nu gaan we het krijgen hoor, jongens. Ja! Zo, Dimitri! Oh. Dimitri, jongen, hè? Ben ik weer, hè? Ben je live? Ben er weer. Ja, ik, hè? Maar ik ben niet live, jongens. Wacht, nee, toch niet? Maar ik maak het goed, want voordat ik mijn wereldreis ga maken... Ga je een wereldreis maken? Dan kom ik naar de studio. Oh, ja, ja, okay, ja precies. Oké, okay, prima. Ik ben verdrietig, Gerard. Ben je verdrietig? Om mijn land. Griekenland. Oh, Griekenland gaat ten onder, hè, alle schulden. Ja, het is vreselijk allemaal. De staking in Griekenland is echt bijna failliet, Gerard. Ja. Het Griekse volk huilt. Wat er nu gebeurt. Je weet toch wat er aan de hand is? Ja, we zijn aan de kloten. De komkommerziekte. Oh! Dat speelt in Griekenland voor de Grieken, Geer. Het is toch een hype, die komkommers. Iedereen is bang om komkommer te eten. En nu komt ons traditioneel lievelingsgerechtje. Dat bij elk gerecht op tafel staat. Ja, precies. In gevaar. Dat wordt niet meer, dat mag geen komkommer tzatziki, natuurlijk. Tzatziki, dat is gemaakt tzatziki. Op basis van yoghurt, knoflook en komkommer. Ja, klopt. En niemand eet nu tzatziki, Gerard. Nee. Het is een ramp. Ik vond iedereen zo fris een ruiken. Een grote ramp in Griekenland. De komkommerzieke, die heeft ons tzatziki van de Griekse kaart geveegd. Kloten. Ja, man. Maar voor de rest, Gerard. Oh. Heb ik een druiper opgelopen, hé? Een druiper? Media heb ik. Ah, dat heb je tijd natuurlijk. Een druiper. Met je penis. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb haast geen seks. Maar ik denk eigenlijk wel, hé, hoe dat komt. Ik drink te veel passoa de laatste tijd, Gerard. Passoa natuurlijk, ja. Dan krijg je een druiper van. Passoa gedronken. Dan ben je de pisang natuurlijk. Ik denk dat het daardoor komt. Ja. Denk het ook. Maar we gaan nu naar de uitspraak van de week. Hè? Daar gaan we, jongens. Schrijft u mee. En als je het niet begrijpt, de uitleg staat op mijn Twitter, Gerard. Oh, op je Twitter. Oké. Okay. Okay. En daar komt hij dan. Als je vindt dat je gek bent en beter wil worden, dan moet je een stokje kopen. Ja. Alle gekheid op een stokje natuurlijk, hè? Ik wens je nog een prachtige, mooie nacht. Bye bye, man. Neem na de toon uw bericht op. Hij kan het nooit meer zoals het normaal. Ah, Bye bye, man. Zo, Dimitri. Alles dwars op elkaar ook weer hier, hè? Ja, Dimitri, ik ben blij dat je even twitterde wat de Bedankt. We snappen hem. Bye bye, man. Bye bye. Oh ja, volgende week bel ik je wat eerder, want dan zit ik op het tijdstip van Giel weer. Ja. Ja. Ze hebben me nu ontdekt bij de Farao. Ja, echt. Ze hebben me wel door. Zou nog misschien een kleine carrière kunnen krijgen? Ik zou de hoop houden. Ik zou niet hard over fantaseren met andere woorden.